Boys. Oh ja, het is helemaal Backstreet Boys hier, ja. Twee dagen. Oké, ik heb een vraagje. En ik heb de dingetjes weer in de enge kelder gelegd. Ik heb zoveel spullen bij me. Echt. Is mijn jas uit. Ik haat het als je computer wil afsluiten. Goedemorgen, het is donderdag en ik ben nog met Kitty. Is vrijdag. Kitty en Sarah die liggen op de bank. Wat zei je dan? Het is vrijdag. Oh, is het vrijdag? Nou, vind jij dat vrijdag charmant, dame? En we zijn allemaal een beetje aan het hangen en klaarmaken. En nee, jullie waren aan het hangen, ik was maar aan het klaarmaken. Want wij moeten zo ook de deur uit en dan gaat Kitty naar huis. Speel Backstreet Boys. Oh ja, het is helemaal Backstreet Boys hier, ja. Twee dagen. Oké, ik heb een vraagje aan de volgende. Welke wagen ze mooier vinden? En zij heeft een nieuwe poppenwagen erbij. Helemaal cool zo. En dan heb je wel voor al je kinderen... Nu heb je wel voor al je kinderen een wagen. Nou, voor alle kinderen. Nee, oké, je hebt nog meer poppen, maar de poppen waar je veel mee speelt. Ja, en nu kan drie kinderen, drie wagens. Alleen één iemand. Nee, ik heb het gesteld. Mama, zie je, er was wel iets anders aan. Hij heeft wel lang je haar. Ja, maar van achter niet, kijk maar. Ja, dat is wel zo. Dat scheelt echt zo'n stuk. Ik had natuurlijk een schuine bob. Nog even de outfit van vandaag. Deze blouse aan, en ik ben weer vergeten waarvan die is. Van Gestus. En deze broek, Mau Hai van Levi's. En Mo & Co. Schoenen. Ja, jij ziet er heel leuk uit, vind ik. Ik heb die auto zoekketting. Heb ik om. Ja. Ik heb nog een Mango. Die is van de Zara. Van de Zara. En schoentjes ook van de Zara. En deze is van volgens mij van de H&M of de Hema. Wij zijn ondertussen naar opa gereden, maar we waren de hele tijd in gesprek in de auto. En ik heb Sarah de dingetjes weer in de enge kelder gelegd. Maar ik ben via de andere kant naar binnen gegaan. En Sarah weet nu niet waar ik ben, die is mijn moeder. Dus ik ga nu kijken of ik ze kan veranderen. Nou, heel spannend. Oh, ze zijn er wel. Niet gelukt. Zo, en ja, ik geef opa nu een tekening, dat is deze. Hier, opa. Nee, gaan we hem wel goed. Dat je hem goed in beeld brengt. Zo, ja. Die is dus voor opa, alsjeblieft. Dankjewel, Sarah. Ja, en we gaan zo nog even lekker lunchen. Ja. Ja. Lekker eten, hè? Ja. Smikkelen en smullen? Ja. Oh, wat leuk. We zijn weer thuis. Ik heb zoveel spullen bij me. Echt. Is mijn jas uit. En eerst mijn schoenen uit, want deze heb ik voor het eerst aan. En ik moet zeggen, ze zijn echt, zeg maar, nog niet 100% uitgelopen. Dus snijden nog een beetje. Oh, en ik heb pijn in mijn rib. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Een spiertje, maar ik moet morgen toch naar de fysio. Dus dan laat ik het morgen losmaken. Maar hier zo. Hier en hier. Ik heb een enorme lightflare, terwijl er bijna geen licht is buiten. Maar dit en dit, dat snijdt nog een beetje. Dat moet gewoon soepeler worden. Dat is gewoon de nieuwigheid nog. Hier is echt nog heel stug hier. En als je hem gaat dragen, wordt dit natuurlijk soepeler. Dus dat gaat er wel uit. Ik vind ze wel echt heel tof. Ze zijn heel anders. Zo lijken ze wel zwart, maar ze zijn echt donkerblauw. Maar goed, die even lekker uit nu. Ik heb ze verder wel altijd gewoon aangehad. Maar Sarah heeft van alles gekregen. Oh, dit waren van de tekeningen. Dit is haar tablet. Voor schoolwerk. Ze heeft deze gekregen van opa. Je kan je handen inwarmen. Een boek over eigenlijk hoe het Nederlandse politieke stelsel werkt. Dus dat is wel leuk, dat is informatief. En ze heeft de laatste drie dagboeken van de muts gekregen. Van de zomer komt er weer een uit ergens. Dit had ze gewoon bij zich. Ik krijg altijd van opa deze mee. Want hij eet ze zelf verder niet. Dit is diepvriestas en bakjes van opa. Ik
krijg ook altijd pindakaas mee. Sarah heeft een hele tas vol van die knikkers van, hoe heet het ook alweer? Oh ja, Marble Mania. Heeft ze echt een hele tas vol van die knikkers van gekregen. Dus dat is wel heel grappig. En verder allemaal schoolwerk en zo. Dus ik ga dit even allemaal opruimen. Wij eten lekker pasta. Ik ben gelijk nadat ze naar de bed is gaan letten. Want ik moest 2 vlogs en die staan er nu net op. Dus daar ben ik blij om. Daar ben ik weer bij. Want ik was natuurlijk bij en nog gisteren weer niet. En nu weer wel. Heel intelligent. Dat is wel baden. Ik haat het als je computer wil afsluiten. En je kan alleen maar kiezen voor bijwerken en opnieuw opstarten of bijwerken en afsluiten. Ik wil bijwerken wanneer ik er zin in heb en niet wanneer mijn computer me daartoe dwingt. Maar goed, helaas. Een beetje een foutje van Microsoft. Maar goed, hij kan in ieder geval uit. Gelukkig gebeurt het dit keer niet op het moment dat ik wil gaan slapen. Daar heb ik zo'n hekel aan. Dan wil ik naar mijn bed. En dan gaat de computer opeens dan updaten. En een tijd geleden had ik het echt, duurde het gewoon 1,5 uur. Maar ik heb er echt een hekel aan om mijn computer te laten staan als ik ga slapen. Die moet gewoon uit en opgeruimd zijn. Dus ja, dat is heel velend, maar gelukkig nu niet het geval. De avond is echt snel voorbij gaan. Denise kwam even snel iets lenen, maar die was ook, ja, eventjes. Maar die wilde een reistas lenen vanmorgen. En toen ben ik nog even tv gekeken. Marco kwam thuis, maar die was ook maar heel even beneden. Dus heel kort even mee zitten praten. En ik zat in mijn nieuw Amsterdam weer. Dus, en ik wil vandaag redelijk op tijd naar bed. Want morgen moest ik er al enigszins vroeg uit. Omdat ik rekening had gehouden dat ik Sarah naar school moest houden en dan naar de fysio moest. Maar ja, Sarah gaat niet naar school. En ik zit dus in een ander ritme. Dus die gaat morgenochtend wel even pijn doen, denk ik. En toen vroeg Sarah vandaag of ze dus morgen mocht logeren. Wat betekent dat ik nog meer moet doen en nog iets eerder de deur uit moet. Maar aangezien het al 2 keer afgezegd was, gun ik het van harte. Dus doe ik dat met liefde. Maar de dag daarna moet ik er vroeg ophalen. Dus heel mijn ritme moet in 1 keer om. Dus ik ga op tijd naar bed. En dus ga ik de vlog afsluiten. Ik wil je dus bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!